We sloten af steeds al het speelgoed, dat moeten we nou doen. Mario die gaat ze letten, hij geeft hem van cartoon. Hallo kijkers van Shiny Sprites, welkom bij een nieuwe aflevering van Mario vs. Donkey Kong. Het is hier nog steeds tafels heet, maar dan gaan we lekker door met deze wereld completen. Maar eerst moeten wij eens eventjes met deze mannetjes alle... Oeh, dit ziet er interessant uit. Alle... Hoe heet die dingen ook alweer? Robo Mario'tjes gaan brengen. Kijk, dat is goed. Ah. Kijk, nu kunnen we veilig die kant op. Even kijken hoor. Zodat ik te kijken hoe dat met die kleur precies werkt. Kijk zo. Ik moet het binnen 13 seconden te gaan halen. Zo. Aan de kant, kutbeesten. Zo. Krijg ik ze nou daar dan? Ik weet niet zo goed hoe ik ze daar krijg. Moet even kijken hoe ik ze daar krijg.
Zo. Oh, wat een kut level. Zo. Oké. Hoe komen ze hier naar bovenop? Ik snap het niet. Hoe komen ze dan bovenop? Die kracht kan ik ook niet verplaatsen, toch? En die springcursus ook niet. Ik kan de krat nog proberen te verplaatsen, dat zou ik nog kunnen doen. Kut. Hoe krijg ik ze daar dan? Ik snap er helemaal niks van. Ik ga het wel opzoeken. Dit is level 5 MM. Level 5 MM. Oh. Oh mijn god, wat een bullshit.
Die persoon bij mij op het videootje dacht ook van, moet ik ze oppakken of zo? Maar die snapte ook al niet hoe het werkte. Oké. Wat een onzin. Oké. Weten we, die mechanic ook weer hoe dat werkt. Blijkbaar kunnen we gewoon zulke gaps springen. Ja. Wat een bullshit, echt. Maar goed, hè? We've got him. Het duurde maar een halve aflevering, maar we zijn er toch. Oh. Wat raakte me in. Normaal heb je dan een soort van invisibility frame, maar dat heeft hij nu niet. Wat een kutzooi. Oh, opnieuw. Oh, oké. Deze heb ik overleefd. Dat is mooi. Oké, nice. Volgens mij heb ik een leven verloren, of niet? In de laatste frame. Heb ik een leven verloren in de laatste frame, of niet? Ja, wat een onzin. Oh mijn god. Wauw. Dan moet ik mijn 5 doen. Dus, dan moet ik deze weer opnieuw doen. Vermoeiend. Nee, ik wil gewoon. Hè? Ik begin me steeds meer te irriteren aan de controls. Woohoo!
Fijn. Net werd ik gewoon in de laatste frame geraakt door DK Donkey Kong. Nice. Heel moeilijk is deze boss ook niet, alleen als je dat gezeik hebt. Maar hey, dit maakt me dan blij, jongen. Perfecto mundo! Woohoo! Mario! Nou. Level 1, een ijslevel. Hier gaan we. Oh. Oh, kut. Oké, dit is wel grappig gemaakt. Hoppatee. Ik kon niet goed meer corrigeren met dat ijs. Oké. Hoezo? Spring hoger, jongen! Ik zie wat de bedoeling is. Ik heb de verger gehoord, kut hoor. Woo!
Nou. Oké. Dit wordt weer veel. Er is hier weer veel ruimte voor frustraties. Dat heb ik alweer gezien. Good. Wat een kutspel is dit, zeg. Oh, ik heb zo geen zin in die ijslevels. Dit kutstuk is voorbij. Thank you.
Die ook voor nodig, oké. Ah, ik moet dan gewoon deze hebben, denk ik. Ring. Level 2 gecomplete. Hoppatee. Goed, we gaan verder met level 6 bij de volgende aflevering. Bedankt voor het kijken. Adios, amigos.